Don't pause. Press play. Don't pause. Hallo mensen, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag heb ik een super leuk idee. Ik heb natuurlijk al een keertje eerder een video opgenomen waarin ik Styles alleen thuis liet. Toen heb ik een GoPro aan hem vastgemaakt en meerdere camera's beneden opgehangen. Omdat ik natuurlijk nieuwsgierig was wat hij precies allemaal ging doen als ik er niet bij was. En om achteraf de beelden te kijken was het natuurlijk een super leuk gezicht. En ik had ook koekjes op tafel gelegd, omdat ik nieuwsgierig was, aangezien hij weet dat hij eigenlijk niet op tafel mag komen, of hij de koekjes zou pakken. En hij was te ondeugend om de koekjes te pakken. Dus dat bracht me eigenlijk op een idee om weer zoiets soortgelijks te doen, of in ieder geval een video op te nemen. En om weer te kijken of hij weer iets zou pakken van tafel. En toen dacht ik van, nou, Styles is echt heel erg gek van kipnuggets. Hij wordt helemaal wild van kipnuggets. Hij vindt dat heel erg lekker. Dus ik dacht van, waarom haal ik dan niet gewoon een Happy Meal? Dus ik ben straks van plan om een Happy Meal te halen. Om hem op tafel te zetten. En om zelf eventjes een paar minuutjes naar boven te gaan. Om natuurlijk te kijken wat Styles dan doet. Dan ga ik natuurlijk weer eventjes naar beneden om te checken wat hij precies gedaan heeft. En als het de kipnuggets er nog in zitten, dan ga ik nog eventjes weg. Dan maak ik het misschien iets makkelijker. Of in ieder geval dat hij het iets sneller zal doen als ik het doosje gewoon openmaak. Het doosje open op tafel zet. Misschien dat hij het dan wel eerder pakt. En als hij het niet doet, dan is hij natuurlijk hartstikke braaf. En dan beloon ik hem natuurlijk ook met een kipnugget uiteindelijk. Maar ik ben heel nieuwsgierig wat Styles gaat doen. Dus ik ga nu de Happy Meal halen en dan zullen we het zien. Nou, hier is hij dan waar de video over gaat. Hij heeft al iets door aan zijn mond te zien. Styles, heb jij zin in een kipnugget? Heb jij zin in een kipnugget? Niet? Gaat hij net niezen. Kipnugget? Oké, okay, start hier. Even kijken, meenemen. Moeten we naar Happy Meals? Happy Meal met speeltje. Kipnuggets. Nou, ik zit nu dus in de Mac om mijn bestelling te wachten. Ik heb nummer 7. En ja, het is lekker rustig, dus het komt alleen maar mooi uit. Ik heb de Happy Meals gehaald. En wat wel heel toepasselijk is, is dat het huisdieren geheimen erop staat. Dus dat is wel toevallig, natuurlijk. De Styles ligt er al klaar voor. En ik pak er heel eventjes een Happy Meal uit. Kijken, want dat is natuurlijk ook waar het om gaat. En ja, ik vind 4 kipnuggets net even iets te veel voor Styles. Ik doe dit eventjes daarin. Speeltje heeft hij natuurlijk ook niet veel aan. Tartjes kunnen er ook uit. En dan haal ik er gelijk eventjes ook 2 kipnuggets uit. Want dat vind ik net even iets te veel. Dus als hij wat kan pakken, dan zijn het deze 2 kipnuggets. En om het net even iets leuker te maken, hij wordt nu al helemaal gek. Om het net eventjes iets leuker te maken, doe ik deze GoPro er ook in. Staat al aan. Dus dan kunnen we kijken als Styles het openmaakt. Kunnen we dat zien? Dus ik doe deze eventjes dicht. Zo. En deze tas kan weg. Hier staat Styles op de camera en daar zit hij natuurlijk in het echt. De camera loopt. Ik ga nu dus eventjes naar boven toe voor misschien wel 3 minuutjes. En daarna ga ik kijken wat Styles heeft gedaan. Afhankelijk daarvan ga ik natuurlijk weer iets veranderen. Ik ga heel even naar boven toe. Kom er zo weer aan, ja? Naar boven toe. Kom er zo weer aan, ja?
sta nu dus in de gang en ik ben nu eventjes van plan om weer terug naar binnen te gaan. Ik hoorde Styles net bewegingen maken, in ieder geval dingetjes doen. Ik weet niet of hij de kipnuggets heeft gepakt, maar daar komen we nu achter. Oh, wauw. Dit meen je niet. Nee. Hij heeft het gewoon gepakt. Je hebt gewoon de kipnuggets gepakt. Je bent echt ondeugend, hè? Nou jongens, ik denk dat we er wel uit zijn wat Styles doet als hij eventjes alleen is met een Happy Meal. Dat zegt eigenlijk alles. Ik had niet verwacht dat hij het zo snel zou pakken. Maar goed, ik weet wel dat hij heel ondeugend kan zijn. En hij sloeg denk ik gewoon gelijk binnen een minuut toen hij de tijd had. Of in ieder geval toen hij de kans kreeg, sloeg hij gewoon eigenlijk echt gewoon toe. En ik kan nu natuurlijk niet boos op hem zijn, want ik heb het natuurlijk zelf allemaal een beetje opgezet. Maar Styles, kom eens hier. Het gaat allemaal over jou, hè? Jij hebt natuurlijk de kipnuggets gewoon gepakt, hè? Ik ga even kijken. Want ik ben nu eigenlijk ook wel nieuwsgierig waar de GoPro ligt. Want die zal er waarschijnlijk nog wel gewoon in zitten. En die loopt nog. Dus ja, die kan ik eigenlijk wel gewoon ook weer uitzetten. Zo. Hij heeft gewoon de kipnuggets gelijk gepakt. Hij aarzelde waarschijnlijk geen moment. En het erge is dat hij er misschien nog half in stikte ook. Dus Stas, heb je de kipnuggets gepakt? Ja, nee, die zijn op. Stas had de kipnuggets natuurlijk gepakt. Het was natuurlijk ook wel een beetje te verwachten. Maar ik heb nu iets in de Happy Meal zitten. En ik weet niet hoe hij zal reageren als hij ziet wat erin zit. Maar ik zou zeggen, kijk verder. Dan ga ik weer eventjes weg. Hij ging overduidelijk weer de Happy Meal pakken. En nu zullen we zien wat erin zit. Want er zit helemaal niks in. Dat is een fopper. Ja, ik gebruik dat woord nooit. Stel, je bent gewoon hard gefopt. Kijk, want er zit een neppetartje in. Dat is helemaal niet echt. Er zit een neppe hamburger in. Dat is, oh, dat is ook niet echt. En er zit een hotdog in. Dat krijg jij van mij. Ja, helemaal geen kipnugget. Nee. Ja, kan je gaan kijken. Het zit er echt niet in. Nee. Dus jongens, ik denk bij deze dat dit wel weer het einde van deze video is. Ik vond het in ieder geval super grappig om zelfs uit te testen. Ik weet natuurlijk wat hij gedaan heeft, maar ik ben super benieuwd naar de beelden. Die hebben jullie nu natuurlijk al gezien. Maar als jullie het leuk vonden, beloon het zeker met een duimpje omhoog. Willen jullie meer van dit soort video's of ander soort video's, zijn ze altijd welkom. En dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!